Justitieminister Kenneth Amuxi zegt dat er een voorraad aan materiaal is aangeschaft om rijbewijzen te maken. Het gaat heel traag wat betreft de distributie van deze stukken, omdat er ook stapels van gemaakte rijbewijzen op het bureau van politie Nieuwehaven liggen, zei de bewindsman vanmorgen voor de start van de Raad van Ministers. Niet voor lang, maar ik denk dat we nog wel door kunnen gaan om zeker nog een maand optimaal rijbewijzen te doen uitgeven. Dus we moeten maatregelen treffen opdat we tenminste na een maand weer nog steeds over middelen beschikken om de rijbewijs uit te geven. Dat het misschien niet zo vlot gaat, hangt deels ook af van de mensen. Want de rijbewijzen liggen daar en men wacht, we begrijpen dat het moeilijk is, men wacht soms tot eind van de maand om de rijbewijs op te halen. Amuxi zegt geen aantallen te willen geven, maar verduidelijkt dat het om grote aantallen mensen gaat die hun documenten niet afhalen. In de kwestie van het gebrek aan vervoer voor de politie te Quarantainpolder zegt Amuxi dat dit is aangepakt. Dat is gisteren opgelost. Ik heb bericht ontvangen en afgestemd met de korpschef. En er is een voertuig ter beschikking gesteld voor Quarantainpolder. De minister geeft aan dat het ministerie druk bezig is met het veiligheidsvraagstuk in Suriname. Aan de andere kant loopt het ministerie achter op de aanschaf van de middelen voor de verschillende diensten.